Hallo, welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik gaan uitleggen hoe je deze mandala kan gaan haken. Ik hoop dat dit een leerzame video voor je is en we gaan er gauw aan beginnen. Ik heb mijn draad opgezet op een haaknaald van 4,5 mm. We gaan een rondje haken en dat doen we dit keer niet met een magische cirkel, maar met losse steken. We gaan 8 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En gaan de ring dan sluiten in de allereerste lossen die je hebt gemaakt. Daar ga je met je haaknaald in. En maak daar een halve vaste. Nu heb je in totaal 8 lossen op je ring staan. We gaan lusjes haken en dat doen we met 3 lossen omhoog haken. En dan ga je een halve vaste of een vaste steek maken in de volgende steek van je ring. Daar ga je in en maak daar een vaste steek. En dit doe je 8 keer. Dus 3 lossen. En in de volgende steek, daar ga je met je haaknaald in. En dan maak je een vaste steek. 3 lossen. En in de volgende steek, daar gaat weer een vaste. 1, 2, 3 lossen. In de volgende steek weer een vaste steek maken. In totaal krijg je dan 8 lusjes rondom je cirkel. We hebben er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is nummer 7. En dan nog 1. Dat zijn dan 3 lossen. En dan ga je naar je allereerste steek hier en dan maak je weer een vaste. In de volgende toer gaan we in de 8 lusjes haken die we in de vorige toer hebben gemaakt. Om vanuit het eerste lusje te gaan werken ga ik eerst een halve vaste steek maken in het eerste lusje. Zodat ik ook gewoon in het midden van het lusje ga werken. We gaan in deze lussen die je hebt gemaakt, gaan we 5 stokjes samen haken. Om het eerste stokje te haken, maak je 2 losse steken. En we gaan in die eerste lusje, in die eerste ruimte, gaan we 4 stokjes bij inhaken. Maar deze maken we niet af, omdat we de stokjes samen gaan haken. Draad om de naald en dan ga je in die ruimte. Draad te pakken omhoog, draad omslaan en door 2 lusjes heen trekken. Je maakt het stokje nu niet af. Dat doen we nog 3 keer. Draad omslaan, in diezelfde ruimte terug, draad te pakken omhoog, omslaan en door 2 lussen heen halen. Draad omslaan, in diezelfde ruimte draad omhoog. Draad omslaan, door 2 heen halen. Nog 1 keer. Dus draad omslaan. In diezelfde ruimte draad omhoog. Omslaan en door 2 lusjes heen. Je hebt nu 4 niet complete stokjes op je haaknaald. En die 2 lossen hier in het begin. In totaal 5 lusjes op je haaknaald. Je gaat nu de stokjes samen haken. En gelijkertijd maak je de stokjes dan ook compleet. Draad omslaan om je naald en de alle 5 lusjes heen trekken. Nu heb je inclusief die 2 lossen hier in het begin 5 stokjes samengehaakt. We gaan nu over naar dat tweede lusje in die tweede ruimte. Daar gaan we ook weer 5 stokjes samenhaken. Om daar te komen maak je eerst 6 losse steken. 1, 2, 3, 4, 5... en 6. De draad gaat weer om je naald. We skippen dan over naar die
volgende ruimte en daar gaan we weer 5 stokjes samen in haken. Dus in die ruimte draad oppakken, omslaan door 2 en dat nog 4 keer. Dit zijn er 2 bij elkaar. Dat zijn er 3. Vier. En 5. 5 niet complete stokjes op je haaknaald. En het lusje hier van die 6 lossen. Je gaat de draad weer om de naald heen slaan. En je trekt door alle 6 de lusjes heen. Weer 6 lossen maken. En we gaan alweer over naar de volgende lus, naar de volgende ruimte. Ook weer daarin 5 stokjes samen haken. 1. 2. 3. 4. En de 5e. Draad omslaan en door alle 6 de lusjes heen trekken. Dit doe je zo 8 keer helemaal in het rond. Dus 6 lossen. En in de volgende ruimte 5 stokjes samen haken. Zes lossen. En in de volgende ruimte weer 5 stokjes samen haken. Ik maak de toer even af. Die gaat zo helemaal rond. De toer is rond en die gaan we sluiten in de allereerste losse hier die je hebt gemaakt boven je eerste groepje van die 5 stokjes samen. Daar gaat je haaknaald in en dan maak je een halve vaste. In de volgende losse steek die je hebt gemaakt, daar gaat ook een halve vaste in. En dan kunnen we aan de volgende toer gaan beginnen. De volgende toer bestaat alleen maar uit losse steken en uit een vaste steek. Je gaat 5 lossen omhoog haken. En je slaat nu 2 losse steken over van diezelfde ketting. Dus 1, 2 en in die derde steek hier, daar ga je een vaste steek maken. 5 lossen omhoog. Hier heb je je allereerste steek van je volgende ketting van 6 naar dat volgende groepje van die 5 stokjes samen. Daarboven zit een losse steek, die slaan we over. En je gaat dan in die tweede losse ga je weer een vaste steek maken. 5 lossen. En van diezelfde ketting van die 6 lossen sla je weer de volgende 2 steken over, de 2 lossen. Dus 1, 2 lossen overslaan. En dan in die derde, daar gaat weer een vaste steek. 5 lossen. En dan komen we bij het volgende groepje en die volgende ketting van 6. Dit is je eerste losse, die slaan we over. En in die tweede losse, daar ga je weer een vaste steek maken.
5 lossen. Van diezelfde ketting sla je weer 2 steken over. Dus 2 losse steken. Dus de eerste, tweede en dan in die derde losse steek, daar gaat weer een vaste. 5 lossen. Kom je bij het volgende groepje en de volgende ketting van 6. De eerste losse sla je over en in de tweede losse, daar maak je een vaste steek. 5 lossen. Je slaat weer 2 losse steken over van diezelfde ketting van 6. Dus de eerste sla je over, de tweede sla je over en in de derde, daar gaat weer een vaste steek. Zo maak je de hele toer rond. Dus dan krijg je allemaal van die lusjes van kettingen van 5 en iedere keer sluiten met een vaste steek. Ik moet nog de laatste 5 lossen maken. En die ga je weer met een vaste steek vastmaken. In diezelfde ketting, in die laatste ketting van die 6, daar sla je weer 1, 2 lossen over. En in die derde losse, daar komt weer een vaste steek. We gaan nu gelijk doorhaken naar de volgende ronde. Je maakt 5 losse steken. En we gaan dan 5 stokjes haken in die allereerste lus die je hebt gemaakt hier. Dus de draad om de naald. En je gaat daar 5 stokjes in haken. 1. 2. 3. 4. En 5. 2 lossen. En dan in die volgende ruimte daarnaast, daar maak je 1 stokje in. Dan maak je 2 lossen. En in diezelfde ruimte nog een stokje erbij. Twee lossen. En we gaan nu over naar de volgende ruimte. En daar gaan weer 5 stokjes in. 1, 2, 3, 4 en 5. 2 lossen. En dan in de volgende ruimte, daar maak je een stokje. 2 lossen en terug in diezelfde ruimte met een stokje. En dan nog 2 lossen. Dit is de toer die je zo helemaal rond gaat maken. Dus nu komen in de volgende ruimte weer 5 stokjes. En in die volgende ruimte dan maak je eerst 2 lossen, een stokje, 2 lossen, een stokje en 2 lossen. Ik zal het nog één keer voordoen. Dus in die volgende ruimte, daar gaan 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 2 lossen en in de volgende ruimte een stokje. 2 lossen en terug in dezelfde ruimte met een stokje en dan nog 2 lossen. En zo ga je de toer helemaal rondmaken.
Ik heb dat laatste groepje van die 5 stokjes gehaakt. Nu komen we hier in het begin waar je die 5 losse eerst hebt gemaakt. Na dat groepje van die 5 stokjes maak je eerst nog 2 losse steken. En dan ga je een stokje maken in die vaste steek hier. Daar ga je nog terug in en dan maak je een stokje. Je maakt dan nog 2 losse. En dan ga je in de eerste, tweede, derde losse van beneden, daar ga je een halve vaste maken. Dan is je volgende toer klaar en als je dan goed hebt gehaakt, heb je 8 van die groepjes van 2 gemaakt en 8 keer een stokje, 2 lossen en een stokje gemaakt. We gaan aan de volgende toer beginnen. Je maakt eerst 5 lossen. En die 5 lossen die gelden voor een eerste stokje en 2 lossen. Dan gaan we in de eerste steek boven dat eerste stokje, in die steek daar, dan neem je een hele steek op. Dat is dus 2 lusjes opnemen. Daar gaan we 3 stokjes in samenhaken. Dus de draad om de naald. En je gaat dan in dat eerste steek, in die eerste steek boven dat eerste stokje, ga je 3 stokjes samenhaken. Dus weer 3 keer. Niet een stokje afmaken, op je haaknaald laten staan. Dus dat is 1. Terug in diezelfde steek. 2. En nog een keertje terug in diezelfde steek. 3. Je hebt nu 3 niet complete stokjes op je haaknaald en dat lusje van die eerste 5 lossen. Draad om de naald en doortrekken door alle lusjes. Nu ga je 2 lossen maken. Draad weer om de naald en dan ga je in de volgende steek, dat volgende stokje, daar ga je ook weer 3 stokjes samen haken. Dus dat is 1, 2, 3. Draad om je naald en door alle 4 de lusjes heen trekken. 2 lossen. Maar nu gaan we een steek van het middelste stokje van het groepje van 5, die slaan we over. Je skipt door naar de steek van het vierde stokje en ook daar 3 stokjes samen in haken. 1, 2, 3. Omslaan en de alle 4 lusjes. 2 lossen en dan ga je nog in de allerlaatste steek van jouw 5e stokje ook weer 3 stokjes samen in haken. Dus dat zijn we 3 niet complete stokjes. Omslaan en door alle 4 lusjes heen halen. Je hebt nu dus boven dat groepje van die 5 stokjes heb je 4 keer een groepje gemaakt van 3 stokjes samen haken met iedere keer daartussen 2 lossen. Dan maak je 2 lossen en nu komen we in de ruimte, in die volgende ruimte van dat stokje, 2 lossen en dat stokje. In die ruimte ga je 3 stokjes haken. Dus dat is 1, 2 en 3. Dan ga je weer 2 lossen maken en nu komen we bij dat volgende groepje van die 5 stokjes uit en boven dat allereerste stokje in die steek daarboven, die neem je helemaal op en daar ga je 3 stokjes in samen haken. Dus dat is 1, 2 en 3. Omslaan door alle lusjes. 2 lossen
en in je volgende stokje, je tweede stokje, en die steek daarboven, 3 stokjes samenhaken. Omslaan door alle lusjes heen, 2 lossen. En nu gaan we het middelste stokje van het groepje van 5, die sla je over. Dus we skippen door naar het vierde stokje. In die steek daarboven 3 stokjes samenhaken. Twee lossen. En dan maak je nog een groepje van 3 stokjes samenhaken in je allerlaatste stokje, in je vijfde stokje, en die steek daarboven. Dan maak je weer 2 lossen en dan in die ruimte van dat stokje 2 lossen en dat stokje in die ruimte daar middenin tussen die 2 stokjes in, daar ga je 3 stokjes haken. Dus 1, 2 en 3. En zo maak je de hele toer rond. Dus nu krijg je weer 2 lossen. En dan komen we boven dat groepje van die 5 stokjes. In het eerste steek hierboven dat eerste stokje 3 stokjes samenhaken. Dan krijg je 2 lossen. En dan in het volgende stokje, in het tweede stokje, in die steek daarboven ook weer 3 stokjes samenhaken. Dan krijg je weer 2 lossen. Dan sla je het middelste stokje. Die derde steek, die sla je over. Dan ga je naar je vierde stokje en die steek daarboven weer 3 stokjes samenhaken. Je krijgt dan weer 2 lossen. En dan in je allerlaatste stokje, in je vijfde stokje, in die steek daarboven weer 3 stokjes samenhaken. Ik zal nog een keertje voordoen. Dus in dat allereerste stokje en die steek daarboven 3 stokjes samenhaken. Twee lossen. In de volgende steek, het volgende stokje, 3 stokjes samenhaken. Twee lossen. Dan sla je je middelste stokje, die sla je over. Skippen door naar het vierde stokje. 3 stokjes samenhaken. Twee lossen. En in je allerlaatste steek boven dat laatste stokje 3 stokjes samenhaken. Twee lossen. En dan skip je door naar die ruimte van dat stokje, 2 lossen en een stokje. Tussen die 2 stokjes, daar maak je 3 stokjes in. Dus dat is 1, 2 en 3. Ik maak de toer zo helemaal rond en ik zie je weer aan het begin van de toer. De laatste 2 lossen en dan kom je hier in het veetje en het laatste veetje van die 2 stokjes met die 2 lossen ertussen. Daar heb je in het begin die 5 lossen gemaakt en die geldt dan voor 1 stokje en 2 lossen. Dan ga je nog in dat veetje van die 2 lossen, daar ga je nog 2 stokjes bij inhaken. 1 en 2 en dan ga je in de derde losse van beneden ga je de toer sluiten met een halve vaste. We gaan aan de volgende toer beginnen.
Je gaat 3 lossen omhoog haken. En in diezelfde steek, daar ga je nog een stokje bij inhaken. Dan maak je 3 lossen. En nu gaan we tussen die groepjes van die 3 stokjes samen, daar gaan we tussenin haken. Draad om de naald en je gaat dan tussen die eerste 2 groepjes van 3 stokjes samen. Daar ga je in en daar maak je weer 3 stokjes samen. Dus niet 3 complete stokjes op je haaknaald en die eerste 3 lossen. Draad omslaan en door alle 4 lusjes heen trekken. Dan maak je 2 lossen en dan skippen we over naar de volgende ruimte, tussen de volgende 2-3 stokjes samen haken in en ook daar ga je weer 3 stokjes samen haken. Twee lossen. En tussen de volgende 2 keer 3 stokjes samen haken, daartussenin in die ruimte 3 stokjes samen haken. Dus je hebt nu boven die 4 groepjes van 3 stokjes samen haken, heb je 3 nieuwe groepjes van 3 stokjes samen gehaakt. Dan maak je weer 3 lossen. En nu komen we, als je gaat kijken hier, bij dat groepje van 3 stokjes uit. En boven die 3 stokjes, dan ga je in het allereerste stokje wat hier zit, in die eerste steek hierboven, daar ga je 2 stokjes haken. Dus 1 stokje en dan terug in diezelfde steek met nog een stokje. Dan krijg je 3 losse steken en dan gaan we weer 2 stokjes haken en dat doen we in het laatste stokje van dat groepje van 3. Dus je slaat nu 1 steek over en dan boven dat laatste stokje in het derde stokje in die steek, daar ga je weer 2 stokjes haken. Dan gaan we naar de volgende 4 3 stokjes samen gehaakt. Om daar te komen maak je eerst weer 3 lossen en dan tussen dat die eerste 2-3 stokjes samen haken, in die ruimte weer, daar ga je weer 3 stokjes samen haken. Twee lossen en dan in de volgende ruimte, tussen de volgende 2 keer 3 stokjes samen haken, weer 3 stokjes samen haken. Twee lossen. En dan tussen de laatste 2 groepjes van 3 stokjes samen gehaakt. In die ruimte ook weer 3 stokjes samen haken. Dan gaan we weer 2 keer van die 2 stokjes haken boven het groepje van de volgende 3 stokjes. Om daar te komen maak je eerst weer 3 lossen. En dan maak je boven je eerste stokje van die 3 stokjes, in die steek daarboven, daar ga je 2 stokjes haken.
En dan maak je 3 lossen. En dan in het laatste stokje van 3, in die derde, daar gaan weer 2 stokjes in. En dit is de toer die je zo rond gaat maken. Ik zal het nog 1 keer voordoen. We beginnen weer van vooraf aan. 3 lossen. En dan maak je tussen die eerste 2 groepjes hier, maak je 3 stokjes samen. Twee lossen. Tussen de volgende 2 groepjes, 3 stokjes samen haken. Twee lossen. En tussen de laatste 2 groepjes van 3 stokjes samen, ook weer 3 stokjes samen haken. Dan maak je 3 lossen. En dan boven dat groepje van 3 stokjes, in je eerste steek boven je allereerste stokje, 2 stokjes haken. Dan 3 lossen. 1 steek van je middelste stokje overslaan. Je gaat naar je derde laatste stokje van het groepje van 3. In die steek daarboven weer 2 stokjes haken. En zo ga je de toer rondhaken. De laatste 2 stokjes boven die eerste groepje van 3, de eerste stokje daar, daar gaan weer 2 stokjes in. 3 lossen. En dan sluit je de toer weer in de derde losse van beneden met een halve vaste. We gaan aan de volgende toer beginnen. 3 lossen omhoog. En dan in de steek daarnaast, in het stokje daarnaast, maak je 2 stokjes. Dan maak je 2 lossen. En dan in de eerste ruimte tussen die 2 groepjes van 3 stokjes samen, daar in die ruimte maak je weer 3 stokjes samen. Je maakt 2 lossen en in de volgende ruimte tussen de volgende 2 keer 3 stokjes samen, in die ruimte ook weer 3 stokjes samen haken. Twee lossen en dan bij die 2 stokjes waar je nu uitkomt, boven de eerste stokje in die steek daarboven en dan ook weer een hele steek opnemen, 2 lusjes, daar gaan 2 stokjes in. Terug in diezelfde steek, nog een stokje. Dus je hebt 2 stokjes gemaakt boven je eerste stokje. In de steek daarnaast boven dat tweede stokje, daar gaat 1 stokje in. Dan maak je 3 lossen en die maak je vast in die ketting van die 3 lossen met een vaste steek. Dan maak je weer 3 lossen en maak je een stokje boven je eerste stokje. In die steek daarboven 1 stokje maken. Dan kom je in het volgende stokje, die steek daarboven, daar gaan 2 stokjes in.
We gaan alweer van voren aan beginnen. Je maakt 3 lossen. En in die ruimte tussen die 2 groepjes van 3 stokjes samen, daar gaan weer 3 stokjes samen in. Twee lossen. En in de volgende ruimte tussen de volgende 2 keer 3 stokjes samen, ook weer 3 stokjes samen haken. Dan maak je 2 lossen. En dan komen we weer boven dat groepje van die 2 stokjes uit hier. In dat eerste stokje daarboven in die steek, daar gaan 2 stokjes. En in het tweede stokje, in die steek daarboven, 1 stokje. Dan maak je weer 3 lossen. En in die ruimte van die 3 lossen tussen die 2 keer 2 stokjes in, daar maak je een vaste steek. 3 lossen. En in je eerste stokje van dat groepje van 2, daar gaat 1 stokje in. En boven het tweede stokje in die steek daarboven, daar gaan 2 stokjes. Dit is de toer die je zo helemaal rond gaat maken. Dus je komt nu weer hier boven die groepjes van 3 stokjes samen uit. En om daar te komen begin je van voren aan met 3 lossen. Nee, sorry, 2 lossen. En dan kom je hier bij dat eerste groepje van 3. En daar gaan 3 stokjes samen in. 2 lossen in het volgende ruimte van die 2 keer 3 stokjes samen. Daar komt ook weer een groepje van 3 stokjes samen in. En dan ga je weer zo helemaal rond, zoals je vanaf het begin hebt gemaakt. En dan sluit je de toer weer in de derde losse van beneden van je allereerste 3 lossen die je hebt gemaakt met een halve vaste. En de volgende toer is weer af. We gaan weer aan de volgende toer beginnen. Drie lossen omhoog. En dan in de volgende steek van je middelste stokje van dat groepje van 3 hier, daar middenin, in die steek, daar komt een stokje bovenop. En we gaan nog een stokje maken in de volgende steek van je derde stokje, daarboven in die steek, nog een stokje. Dus je hebt nu met die eerste 3 lossen, van hier in het begin heb je in totaal boven dat groepje van die 3 stokjes weer 3 stokjes gemaakt. Dan maak je 2 lossen. En tussen die 2 groepjes in van die 3 stokjes samen, daar middenin, daar komen weer 3 stokjes samen. 2 lossen. En dan in de volgende steek boven dat eerste stokje een stokje maken.
boven de volgende steek van je volgende stokje ook een stokje maken. En boven je derde stokje in die steek nog een stokje maken. Dus je hebt ook weer hier boven dat groepje van die drie stokjes ook weer drie stokjes gemaakt. Dan maak je drie lossen. En in die ketting hier van die drie stokjes naar beneden, daar gaat een vaste steek in. Dan maak je vijf lossen. En die maak je vast in de volgende ketting van drie met een vaste steek. Dit is de toer die je helemaal zo rond gaat maken. Dus we beginnen nu gewoon weer van vooraf aan. Je komt hier weer, we moeten eerst drie lossen omhoog maken. En dan in de volgende drie steken boven je drie stokjes, daar komt één stokje. Dus dat is één. En dan in de volgende twee. En dan weer in het volgende stokje in die steek 3. Dus ook weer hier boven de 3 stokjes heb je 3 stokjes gemaakt. Dan 2 lossen. En dan komen we hier weer in het midden van die 2 keer 3 stokjes samen uit. En daar in het midden komen ook weer 3 stokjes samen in. Dan 2 lossen en boven de volgende 3 stokjes in die steek daarboven een stokje maken. Dus dat is 1 keer in de volgende steek, dat zijn er 2 en in de volgende steek, dat zijn er 3. Dus ook weer hier boven de 3 stokjes maak je 3 stokjes. Dan maak je 3 lossen en die maak je vast hier aan die ketting van 3 met vaste steek. Dan 5 lossen en ook die maak je weer vast in die ketting van 3 met een vaste steek. En dan krijg je weer 3 lossen omhoog en dan begin je weer van vooraf aan. Dus dan heb je hier weer die 3 stokjes. En daarboven gaan dan weer 3 stokjes. En zo maak je de hele toer weer rond. Aan de volgende toer gaan we beginnen. Eerst 3 lossen omhoog. Dat is dan geldt voor een stokje boven dat die eerste 3 lossen ook eigenlijk dat eerste stokje wat hier zit. Die telt dan ook weer voor een stokje. Boven de volgende 2 steken van die 2 stokjes, daar gaat ook nog een stokje boven. Dus dat is 1 stokje en in die derde, dat zijn dan 3 stokjes. Dus je hebt weer in totaal met die 3 lossen 3 stokjes weer gemaakt boven de 3 stokjes. Dan maak je 2 lossen en dan skippen we die 3 stokjes samen en dan kom je weer in een groepje van 3 stokjes en boven elke steek van zo'n stokje daar komt ook weer 1 stokje. Dus je gaat 3 stokjes maken. In de 3 volgende steken komen dan 1 stokje. Dat is dan 1, 2 en 3. Dus je hebt weer boven dat groepje van 3 stokjes weer een groepje van 3 stokjes gemaakt. Dan maak je 5 lossen. En die ga je vastmaken in de eerste ketting hier van 3 met een vast steek. 5 lossen. En die ga je in de middelste ketting van die 5 lossen vastmaken met een vaste steek.
5 lossen. En die ga je vastmaken met een vaste steek in die ketting van 3 lossen met een vaste steek. Dan weer 5 lossen. En dan komen we weer boven een groepje van 3 stokjes uit. En boven elke steek van zo'n stokje komt ook weer 1 stokje. Dus 3 stokjes in totaal. Dat is 1, 2, 3 stokjes. Dus je hebt nou zo van die 1, 2, 3, 4 van die lusjes gemaakt van 5 van die lossen. Twee lossen maken. Dit groepje van die 3 stokjes samen hier in het midden, die skippen we over. Dan kom je weer in een groepje van 3 stokjes en boven elke steek van zo'n stokje komt ook weer een stokje. Dus 3 stokjes in totaal. 1, 2, 3. Dus hierboven die 3 stokjes komen ook weer 3 stokjes. 5 lossen. En die maak je dan vast in die ketting van 3 met een vaste steek. 5 lossen. En die maak je vast in de volgende ruimte van die ketting van 5 met een vaste. 5 lossen. En die maak je vast in de volgende ruimte in die ketting van 3 met een vaste. En nog een keer 5 lossen. En dan komen we weer boven een groepje van 3 stokjes. En daar gaan ook weer in elke steek weer een stokje boven. Dus 3 stokjes in totaal. 2 lossen. Het groepje hier van die 3 stokjes samen, die slaan we over. Dan kom je weer in een groepje van 3 stokjes. En boven elke steek van een stokje komt weer 1 stokje. Dus 3 in totaal. 1, 2 en 3. Zo maak je de hele toer weer af. Dus nu kom je weer in die ruimtes van die 3 lossen, 5 lossen en 3 lossen. Daar ga je iedere keer een ketting van 5 lossen maken en die maak je vast in zo'n ruimte met een vaste steek. Ik heb het laatste groepje van die 3 stokjes gemaakt. De toer is bijna rond. Ik ga nog een paar kettingen van 5 lossen maken dan. 1, 2, 3, 4, 5. Die komt hier vast in dat groepje of in dat kettingje van 3 met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. En die wordt vastgemaakt in het midden van die ketting van 5 met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En die wordt vastgemaakt in die ketting van 3 met een vaste. Dan nog 3 lossen maken. En dan sluit je de toer weer in de derde losse van beneden. In het begin van je toer met een halve vaste. En je hebt dan weer een toer klaar. We gaan aan de volgende toer beginnen. En boven die 2 keer 3 stokjes hier gaan we weer 2 keer 3 stokjes haken. In totaal dan 6 stokjes, maar die haken we samen. Voor de eerste ga je 3 lossen omhoog
En in de volgende twee steken, boven de volgende twee stokjes, daar komen stokjes in, maar die moeten samen gehaakt worden. Dus we haken ze niet af. Hier, draad oppakken, omslaan door 2. Draad omslaan in de volgende steek boven je volgende stokje. Draad omslaan door 2. We gaan nou door naar het volgende groepje van 3. Dus die 3 niet complete stokjes, die laten we op onze haaknaald staan. En boven elk stokje van een groepje van 3, boven in die steek komen dan ook weer 3 stokjes samen. Dus omslaan in de volgende steek. Omslaan door 2. Omslaan en dan weer in de volgende steek. Omslaan door 2. Omslaan. Boven het laatste stokje hier in die steek. En je hebt nu 6 lusjes op je haaknaald en 6 niet complete stokjes. Die gaan we nu compleet maken. Omslaan en samen haken om door alle 6 de lusjes heen te trekken. Je hebt nu 6 stokjes samen gehaakt. 5 lossen. En die ga je vastmaken in die ketting van 5 met een vaste steek. 5 lossen. En die maken we vast aan de volgende ketting van 5 met een vaste steek. 5 lossen. En die maken we weer vast in de volgende ketting van 5 met een vaste. En nog een keer een ketting van 5. En die maak je vast in de volgende ketting van 5 met een vaste. 5 lossen. En nu gaan we weer in die 2 volgende groepjes van 2 keer 3 stokjes. Boven elke steek van een stokje weer een stokje haken. Maar dan 6 stokjes samen. Dus de draad om de naald, die gaat in de steek boven je eerste stokje. En dan maak je een stokje, maar niet helemaal af. Draad om de naald in het volgende steek van je stokje. En boven de volgende stokje in die steek. Je hebt nu 3 niet complete stokjes op je haaknaald. En die steek van die 5 lossen hier. We gaan door naar dat volgende groepje van 3. Boven het eerste stokje in die steek. In het tweede stokje van het groepje van 3. En in je laatste stokje van 3. En nu heb je weer 6 niet complete stokjes op je haaknaald. Plus dat lusje van die 5 lossen. Die ga je nu weer samen haken. En dan maak je ook al die 6 stokjes maak je dan ook weer af. Dus omslaan en door alle 7 lusjes heen trekken. En dan heb je 6 stokjes samen gehaakt. En nu gaan we weer van die lusjes maken. 5 lossen. En die maak je vast weer in de volgende ruimte van die ketting van 5 met een vaste. 5 lossen. Je skipt over naar de volgende ketting van 5. Daar komt een vaste steek in. 5 lossen. Je skipt over naar de volgende ketting van 5 met een vaste steek. 5 lossen. Die komt in de volgende ketting van 5 met een vaste. 5 lossen. En dan komen we weer bij die 2 groepjes van 3 stokjes.
En daar gaan we weer 6 stokjes samen haken in. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En 6. Dus weer 6 niet complete stokjes op je haaknaald. En dan die ene van die 5 losse. Die gaat nu de draad weer om je naald staan. En dan trek je ze door alle 7 lusjes heen. En trek daarbij ook je haaknaald omhoog. Dan glijdt je haaknaald makkelijker door de lusjes heen. Dan blijft hij niet zomaar ergens achter een van deze stokjes hangen. Dus trek die naald omhoog en trek door alle 7 lusjes heen. En dan heb je weer 6 stokjes samengehaakt. Dit is de toer die je zo helemaal rond gaat maken. Dus weer 5 lossen. En in de eerste ketting van 5 vastmaken met een vaste. 5 lossen. Die gaat nu over naar de volgende ketting van 5. Daar komt een vaste steek. 5 lossen. En in de volgende ketting van 5, daar komt weer een vaste. 5 lossen. En in die laatste ketting van 5, daar komt weer een vaste. En 5 lossen. Zo maak je de toer af. Dus nu kom je weer bij die 2 groepjes van 3 stokjes samen, 6 stokjes. Daar ga je 6 stokjes samen in haken. Ik heb de toer bijna af. Ik hoef alleen nog maar een paar kettingen van 5 te maken. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En die maak je vast in de ketting van 5 met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. In de volgende ruimte van die 5 lossen met een vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Vastmaken met een vaste in die ketting. In de volgende ketting van 5. 1, 2, 3, 4, 5. En die maak je weer vast hier in die ketting van 3. En dan nog een laatste keer. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan sluiten we de toer in het groepje van die 6 stokjes samen. Daarboven in de top van die 6 stokjes samen, daar ga je met je haaknaald in en maak je een halve vaste. En je toer is weer af. We gaan nu een volgende toer maken. En deze toer bestaat alleen maar uit kettingen van 5 lossen en iedere keer een vaste steek maken. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En in die ketting van 5 hier, daar maak je weer een vaste. 5 lossen. En in de volgende ketting van 5 een vaste steek. Zo ga je helemaal rond. 5 lossen. En weer een vaste in de volgende ketting van 5. 5 lossen. En weer een vaste in de ketting van 5. Zo maak je de hele toer af. Dus in iedere keer 5 lossen en die maak je vast in iedere keer in een ketting van 5 met een vaste steek en zo helemaal rond. Mijn toer is bijna klaar. Ik hoef alleen nog maar 5 lossen te maken en dan kan ik de toer gaan sluiten. Ik heb een tip. Doe bij de eerste 5 lossen die je maakt
Zet daar zo'n markerclipje in of een veiligheidsspeld of een klein stukje gekleurd draad. Zet die vast aan de eerste 5 lossen, want als jij hier in het begin weer terugkomt, is die eerste steek erg moeilijk te zien. En voor je het weet, ga je met allemaal lussen van 5 doorhaken en dan denk je op een gegeven moment van, oh, die ronde die had toch al lang klaar moeten zijn. En dan ben je hier ergens aan het haken en dan moet je alles weer uit gaan halen. Dus merk die eerste lossen hier in het begin van de toer. Als je er bent, dan haal je dat merkje, die marker, die haal je eruit. En je moet dan nog 5 losse steken gaan haken. Maar in plaats van dat we nou een halve vaste gaan maken in die eerste losse hier, dat doen we niet. We gaan gelijk door naar de volgende ronde. In die eerste losse, 5 losse van jouw toer, daar ga je gelijk door met 3 stokjes haken. Die doe ik even overnieuw. Hij wipte van de haaknaald af. Dus in die eerste 5 lossen, daar maak je 3 stokjes. Dan maak je 3 lossen. En dan terug in dezelfde ruimte met 3 stokjes. Nou skip je door naar de volgende ruimte, die ketting van 5, en daar komt een vaste steek in. Dan skippen we weer door naar de volgende 5 lossen en daar gaan 3 stokjes in. Drie lossen en terug in diezelfde ruimte met nog een keer 3 stokjes. Dan skip je weer door naar de volgende ketting van 5 lossen en daar komt een vaste steek in. En dit is de toer die je helemaal zo rond gaat maken. Ik doe hem nog één keer voor. In de volgende ruimte van die 5 lossen, daar gaan dan 3 stokjes. Drie lossen. En terug in dezelfde ruimte met 3 stokjes. En dan ga je naar de volgende ketting van 5 lossen en daar komt een vaste steek. En dat is het patroontje die je helemaal rond gaat haken. Laatste groepje van 3 stokjes. En dan 3 lossen en 3 stokjes. En dan in de laatste ketting van 5, daar komt nog een vaste. En dan ga je boven in dat eerste stokje van dat groepje van 3, daar ga je nog in en dan maak je een halve vaste om de toer te sluiten. En je werkje is klaar. Je kan het draadje gaan afknippen en afwerken aan de achterkant. En de mandala is helemaal klaar. Ik ben benieuwd om wat voor kleurstenen dat jullie hem gaan maken. Heel veel plezier gewenst met het maken van deze mandala. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Dag!